Ja, lieve vrienden, het is dinsdag. Mijn huishoudelijke zorg is al geweest, Rebecca. Het is vandaag 12 juni, de tweede dag van de avondvierdaagse, waar ik dus uiteraard aan meedoe. Ik ben expres laat begonnen met een vlog even te maken, een filmpje. Laat me even, die klok klopt dan niet goed. 14:39 uur. Ik ben even met een bakje koffie bezig. Ik heb de route alweer gelamineerd in plastic. Dat gaat weer even aan de eerste kant een gaatje erin. Dan gaat dit koordje er doorheen en dan kan ik hem weer ophangen zoals ik het gisteren ook had. En dit is mijn stempelkaart. Dus ja, ik ga deze nou ook weer even aan de lader doen. Hij heeft vannacht ook wel aan de lader gestaan. Alles is wel opgeladen, maar toch van het nik doen wil er ook wel weer even wat uitgaan. Dus ik ga hem nou aan de lader doen en ik zeg tot later met de avondvierdaagse. Doei! Ja, en jij krijgt straks je kap weer op. Tante Chrissy komt zo. Die gaat met vrouwtje lekker mee de avondvierdaagse rijden vanavond. Hoef ik het vanavond niet alleenig te doen. En dan krijg jij wel je kraagje om, je lampenkappie. Ja, je bent momenteel een beetje een kleine boef, hè? Om je eigen kaal te bijten weer op je kontje. Moet je niet doen? Nee. Ja, zoals ik al zeg, mijn surrogaat zusje Chrissy, die gaat vanavond mee. Even lekker eruit, ook voor haar is ook goed. Ja, ze gaat dan naar de tuin toe, is ook goed voor haar. Maar altijd maar aan het werk? Nee, is niet goed. Dus eventjes eruit, eventjes iets anders om daarheen. Is gezellig, voor mij en voor haar. Dus het komt goed. Ze komt straks deze kant op. En dan gaan wij weer die kant op. Dan vlog ik niet. Ik vlog al daar en we moeten dezelfde kant in eerste instantie weer op dan gisteravond. Ja, leuk. Dus, maar dan een andere wijk in. Oh, en kom je enkel maar met de avondvierdaagse. Je verdwaalt er iedere keer weer. Het is zo'n rare rotwijk. Dus ja, het loopt in elkaar om. Nee, het is net een doolhof voor mij. Maar ja, zulke soort wijken hebben we hier meer. Daar verdwaalt men gewoon. Ja, want zelfs de postbodes hebben er een hekel aan. Maar in ieder geval, ik zie jullie daar weer. Tot later. Nou, en daar staat Chrissy dan. Met haar fiets. Die rijdt lekker met me mee. Dus ja, dat komt goed, hè? Dat komt goed. Wat zei ze nou? Kletskous. Hè? Kletskous. Oh ja, ik wel. Dat is een schat. Die ken ik al jaren. Anders. Maar oké, lieve vrienden. We zijn dus bij de start gearriveerd. En ja, Chrissy, die was een beetje in de bonen. Die dacht dat we ergens anders heen moeten. Nee. Die... Echt niet? Echt niet, wat dan? Maar, ja. Nee, ik denk, ga ik rechtdoor, dan ga ik hier links zo. Oh ja, maar die weg weet ik niet. Ja, nu weet je wel. Nou, ben ik ander jaar weer kwijt. Dat is niet de kortste. Dat is niet het kortste, is het langste. Maar in ieder geval, maakt niet uit, we zijn er en op tijd. Ja, dat we gaan straks lekker rondtoeren. En dan gaat de GoPro weer aan. Ja, die staat nou nog. Hij moet even wat rechter, zo. Dat, die staat nou dus nog uit. En dat komt allemaal goed. En wie weet, zien we weer wat? Of zien we niks? Weet ik veel. Als ik wat moois zie. Ik zie niks. Ze ziet niks. Maar in ieder geval, als we wat moois zien, ja, dan stoppen we uiteraard even om dat eventjes met deze camera te vloggen. Ja, ja. Te zeggen, tot later. Doei, doei. Thank you.
er is er weer eentje blij. Er is er weer eentje blij. Ja, ben je blij? Oei, wow, gek beestje. Oh, maar in ieder geval, hij is er blij. Want ja, ik ben weer thuis. En ja, Chris is meegekomen. Even een bakje koffie gaan we doen. Zo dan. Gekkie. Zo. Malloot. Nou, daar is je die rode. Hé? Ja, nou. We hebben het weer voor vandaag gehad. De tweede avond zit er weer op. Nog twee avonden te gaan, zou ik maar zeggen. Dan zit het er weer op dit jaar. Ik zal eventjes mijn tas ophangen. Kan ik er ook weer bij gaan zitten. En dan gaan we koffie maken. Want daar zijn we wel naartoe. Ik zou zeggen, fijne avond allemaal. Geniet ervan. Voor later wel trusten. Lekker slapen. Morgen gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.